Rob, afgelopen maandag stond het eerste duel tegen de Graafschap op de planning. Een 1-1 gelijkspel. Met welk gevoel kijk je terug op het gelijkspel? Nou, het resultaat was oké. Ik denk dat er niet heel veel meer in zat. Een aantal kansen gehad, ook in de tweede helft. Maar als we eerlijk zijn, heeft de Graafschap ook gehad. En hebben we het voornamelijk de laatste 25 minuten moeilijk gehad. De eerste uur hadden we het redelijk onder controle. Waren we voetballen niet super, maar gaven ook bijna niks weg. Gevoel is goed, hè. Het resultaat is oké en we hebben er zin in. Ja, je zei het al, richting het einde werd het een stuk moeilijker om in je eigen spel te komen. Jullie voetballen een beetje moeilijk onder druk uit. Waar lag dat aan in jouw ogen? Nou, we zochten wat te snel de lange bal. En uiteraard heb je ook altijd met de tegenstander te maken die volop druk zetten. Maar daar hadden we het moeilijk mee. Vooral twee fases van 5 minuten waarin we toch wel wat kansen weggaven. Onnodig, zeker als je achteraf bekijkt. Maar de focus ligt bij ons ook op de eerste uur waarin we wel in ieder geval verdedigende controle hadden. En we zullen voetballend iets meer moeten doen aanstaande vrijdag. Ja, speelde het thuispubliek in Doetinchem een grote rol in jouw ogen? Oh, ongetwijfeld. Hè. Ongetwijfeld zal het de Graafschap goed hebben gedaan. En, ze hebben een mooi publiek daar, hè. Dat wisten we. Dat weten we. En, maar goed, daar hebben we best wel aardig mee gedeeld. Want we hebben ook heel lang wel de wedstrijd onder controle gehad. De laatste 20 minuten, 25 minuten hadden we daar wat meer moeite mee. Ja, vrijdag is de return al. Hoe werk je naar de terugwedstrijd toe? Het publiek. Nou, we hebben gisteren als voornamelijk het herstel. Vandaag hebben we het eerste gedeelte ook herstel gedaan, een stukje ontspanning. Hebben we langzamerhand de focus weer teruggebracht tijdens de training. En morgen zal niet veel anders zijn, maar het is voornamelijk veel herstellen. Zorgen dat iedereen fris en fit aan de aftrap kan verschijnen. Ja, van de zijkant zag je tegen Volendam en tegen de Graafschap dat er een aantal grote kansen werden gecreëerd, maar niet werden benut. Verwacht jij meer van jouw ploeg op het gebied van afmaken of heb je nog geen reden om je zorgen te maken? Nee, ik maak me pas zorgen als we geen kansen creëren. Dus natuurlijk, voornamelijk tegen Volendam, maar we hebben echt heel veel kansen gehad. En tegen de Graafschap denk ik 3-4 goede kansen. Meer ook niet. Dan hoop je dat er meer in vliegen. Ik maak me daar geen zorgen over. Het is zoals het is. Ik vind het belangrijkste dat we die kansen creëren. En op een gegeven moment gaan die ook wel weer vallen, die doelpunten. Ja, wat even kort al over het publiek bij de Graafschap. En dan vrijdag zit er een bomvol Jan Lauwers Stadion. Kijk je uit naar een mooie vrijdagavond vol met voetbal? Nee, zeker weten. Kijk, ik heb het al vaker gezegd. We wilden graag voor een vol stadion spelen. Nou, volgens mij de laatste wedstrijden zat het allemaal redelijk vol en daar zijn we hartstikke blij mee. Hè. Dat geeft ons ook een boost en dit hebben we met z'n allen bereikt en we moeten vrijdag ervoor zorgen om de volgende ronde te halen in samenwerking met het publiek.